De bel gaat luiden voor Henny Stapsnijder, de eenzame man op kop in dit wereldkampioenschap. Er is nu nog af te leggen, 2800 meter. En daar komt hij voor de laatste keer naar beneden. De wereldtitel ligt binnen bereik, als er niets meer gebeurt. Daar komt hij, Henny Stapsnijder, ooit wegkampioen, ooit goed baanrenner. En nu dan, vreugdevol, de hand omhoog, wereldkampioen 81. Bij het veldrijden voor beroepsrenners en die stadsrijder. Paard aan de leiding voor Richard, voor Tivinek, voor Le Bras. En Baars komt op de piste en wordt de nieuwe wereldkampioen. Henk Baars uit Diezen. Hij kijkt om. Armen uit elkaar, rijd door jongen, rijd door. 1 uur, 3 minuten en 9 seconden zijn voorbij. En inderdaad, Henk Baars uit Diezen is de nieuwe wereldkampioen. Van der Poel. Op 300 meter van de streep heeft Pantoni aangesloten. Van der Poel zet alles uit de kast. Hij gaat van kop af aan, heeft geen andere keuze. Laatste bocht, nog 100 meter. Adrie van der Poel, Bramati erachter, Pontoni erachter. Van der Poel, kan hij het houden? Daar komt Pontoni langzij. Nee, Adrie van der Poel, Adrie van der Poel. Hij wordt wereldkampioen, 36 jaar. Pontoni is tweede, Bramati derde. Wat een fantastische race van onze landgenoot. Het hele seizoen heeft Daphne, zoals ik zei, gezegevierd. Kan ze dit in de laatste kilometer vandaag ook? Daar komt Van den Brand op kop. En kijk, beducht op een uitval van de Duitser. Ja, de Duitser gaat aan. Van den Brand vangt haar op. Wie heeft de meeste reserves tot nog toe? Van den Brand. Daphne van den Brand, wereldkampioen! Fantastisch gedaan! Kijk, hij pakt 20, 30, 40 meter voor het eerst over de 25 trappen. Richard Groenendaal, ontketend. De ontlading, hè? En felicitaties al. En dan de armen omhoog. Hier heeft hij maanden van gedroomd. Richard Groenendaal, wereldkampioen der beroepsveldrijders. Boom is op weg naar iets heel moois. Seconde of 6, 7 heeft hij. De tong uit de mond bij Lars Boom. Dit kan niet meer fout gaan. Dit is alleen nog asfalt. Eén bocht naar links, een bocht naar rechts en dat stukje bergop. En Lars Boom is wereldkampioen. Dan heeft hij zijn droom. Hij balt de vuist. Dit kan niet fout. Hij was de beste van de wereld bij de junioren in Monopoly. Ook op Italiaanse bodem. Hij was de beste vorig jaar bij de belofte. Hij is nog oud genoeg om belofte te zijn. Hij is 22, maar hij is gewoon de nieuwe wereldkampioen. Boom velt hier de concurrentie. Fantastisch gereden. Vraag je wel eens af dat een meisje van net 18
zo goed opgewassen is tegen de rest. Vos komt nu uit het wiel van Koepfernagel. Wordt het de vierde wereldtitel voor Koepfernagel of wordt het Marianne Vos? We krijgen een VWO-scholieren als wereldkampioene bij de dames. Wie had dat gedacht? Dit meisje uit Babyloniëbroek die gewoon morgen weer naar school moet. Of misschien krijgt ze nu de eerste uurtjes vrij. Dit meisje uit Babyloniëbroek is wereldkampioene. Ze werd wereldkampioene in Zeddam, in Hogerheide. Ze werd het op de weg. Ze werd Olympisch kampioene puntenkoers. En ze pakt nu haar derde wereldtitel in het veldrijden. Petje af, Marianne Vos. Met afstand de beste. Foutloos gereden en weer een nieuwe wereldtitel voor haar. Tiende wereldtitel, Marianne Vos. Onwaarschijnlijk. Het fietsend fenomeen faalt nooit als het moet.